Dus, zullen we maar verder gaan dan? Vooruit dan. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. In de vorige aflevering zijn we snel van de ene cave naar de andere cave gegaan binnen 10 seconden die we nog hadden in de dag in de Perplexing Pool. En, nou, laten we maar gewoon verder gaan. Ik bedoel, serieus, we hebben heel veel treasures ondertussen verzameld. Volgens mij zaten we al op 50% collected. Dus dat is eigenlijk alleen maar gunstig. We zitten heel erg goed op het moment met, onze progress. Dus sublevel 4 en laat het niet het einde zijn, serieus. Laat het nou niet de final level zijn, want anders word ik echt een heel erg boos konijntje. Oké, ik zag al vuurhazards op het moment dat we naar beneden kwamen. Dus daarvoor is het soms heel erg handig om dat niet door te skippen. Kun je precies zien hoe en wat alles in elkaar zit. Oké, ik zie eieren liggen. Je wil wel uitkijken tot er dus zeg maar niet automatische taken gedaan worden. Zodat je bijvoorbeeld de paarse Pikmin die in één keer spontaan zeggen van... Goh! Laten wij eens heel eventjes gaan helpen met het vuur uit te halen. Terwijl dat ze daar juist heel erg zwak tegen zijn. Witte. Ja, die wil ik wel een paar. Oké, nou die plukken we dadelijk wel. Niet vergeten te plukken, want op het moment dat je ze niet plukt... blijven ze dus daar in de grond zitten. En ja, omdat het elke keer random generated is, raak je die Pikmin gewoon kwijt. Dus niet vergeten ze dadelijk te plukken. Oké, nou even kijken wat er hier in het ei zit. Nectar, daar kunnen we gelijk die witte eventjes voor helpen. Oké, dat is gunstig. Hier weer een beetje extra vuur. Eventjes uitschakelen. En we zien een nieuwe vijand. Die nogal op een vervelende plaats zit. Olimar, jij gaat heel eventjes met onze aanvalsquad aan de gang. Eens even kijken. Daar zit ook zo eentje. Ik weet again niet hoe dat beest heet. Daar moet ik echt in de Piklopedia voor kijken. Maar wat ze eigenlijk doen is ze komen in één keer op je afgedashed. En op het moment dat ze op je afgedashed komen... dan willen ze wat Pikmin grijpen en die willen ze terugbrengen naar hun nest. Op het moment dat de Pikmin in het nest voorschijnt... Nee, wat doe je nou? Zie je, dat bedoel ik dus. Automatisch taken. Op het moment dat er dus Pikmin in dat nest zullen verschijnen... dan zullen ze dus zeg maar gekild worden en ben je de Pikmin kwijt. Wil je er zeker voor uitkijken tot dat niet gebeurt. Oh boy. Wat een impuls! Die ken ik nog wel van Pokémon. Ik blijf het Pokémon noemen! Ik weet het! Mijn excuses! Wat een impuls zijn heel erg gevaarlijk, omdat ze kunnen heel erg snel Pikmin zeg maar, opeten. En dan wil je dus voor uitkijken. Dus laten we daar even gelijk wat Pikmin even tegenaan gooien. Niet gelijk automatisch aanvallen. Niet gelijk automatisch aan de muur beginnen. Volgens mij zit daar een treasure, ik weet het. Maar we moeten heel voorzichtig zijn. Die witte dadelijk niet vergeten te plukken. Heel erg belangrijk. Zul je dadelijk zien dat ik ze toch wel vergeten te plukken. Ik hoop het... Ah, om het hoekje. Ik ben zo blij met mijn paarse Pikmin, echt. Kom jij ook hier? Ja, jij komt ook hier. Dat is niet slim, want dan dodge ik snel eventjes uit of de W. En dan zie je... Dan ben je gewoon de Sjaak. Oké, nou ik ga jou eventjes gebruiken om deze eventjes open te maken. En dan gaan we heel eventjes naar het andere... dan gaan we gewoon eventjes die witte Pikmin even plukken. Oh, ze zijn al... ze zijn al bijna gewoon flauwer. Hoe langer dat je ze laat liggen, natuurlijk dat ze dan zelf van flauwer groeien. Maar we hebben hier nectar liggen, dus laten we gewoon nectar gebruiken. Waarom niet? Witte Pikmin zijn altijd heel erg handig. Zo... Oké, rode team. We hadden hier toch ook nog ergens een hekje? Of... Ja, hier. Gaan jullie maar even aan dit hekje even werken. Dan ga jij weer terug eventjes naar onze paarse. Deze mogen dan daarheen. Jullie hebben al gelijk daar dat ding meegenomen. En vier staan er daar nog steeds te wachten voor noppers. Oké, wat hebben we hier? Lucifer-doosje. Wat staat erop? Flame of Tomorrow, maar wat staat erop? Bowser's... Ik ken het hier vanuit hier net niet lezen, helaas. Wel leuk dat er een Bowser erop staat. Wel leuk gedaan. Waarom nemen jullie dat ding dan niet even mee? Serieus, eentje is genoeg? Eentje is genoeg. Het zal wel heel erg langzaam gaan, maar dat maakt niet zoveel uit. Volgens mij is het de bedoeling dat we hier onderdoor gaan. Nou hoop ik niet dat er hier ergens een water nimpel zit. Die zitten wel! Dat is zo cheap.
Kom, laten we daar een water nimpel neergooien op het moment dat je hem toch niet kan zien. Jullie gaan dat niet mee terugdragen, want het is een irritant beestje. Wil ik niet in mijn collectie hebben. Jullie helpen gewoon even mee met deze muur. Ja? Gooi. Rood, hebben jullie dit muurtje al? Ja. Waarom helpen jullie niet automatisch mee? Jullie zien hier een soort van zakhorloge en staan hier gewoon een beetje te niks nutten. Jongens! Ik heb jullie beter geleerd. Ik heb jullie beter opgevoed. Oké, en nog een bonbon. Ik word er steeds hongeriger van. King of Sweets. Vond ik die witte toch iets mooier. Oké, nou, jullie kunnen dat even meenemen. En volgens mij zit hier dadelijk de doorgang naar het volgende niveau. Ik ben mijn timer helemaal vergeten aan te zetten, stout ik. Screw die timer. Wie heeft er een timer nodig? Ik niet. Even kijken. Ja, we moeten nou toch heel eventjes wachten. Ik denk dat we sowieso deze cave sowieso in deze aflevering sowieso gaan sowieso een... hoe vaak zeg ik nog sowieso? Dus! Kan die stopwatch eventjes een beetje opschieten? Kijk, hier ook. Trouwens, even over waarom rode Pikmin dus zeg maar niet echt nuttig zijn. Die flame traps die we hier zien. Ah, is cute. Dit is een Nintendog. Time capsule. Ja, het houdt echt een tijd even vast. Dat is wel mooi gemaakt. Maar nou dat we dus zeg maar, als Olimar... Oh, ik dacht dat je daar... Nee, dat kan dus niet. Oké, ik dacht dat dat kon. Sorry, mijn fout. Ik dacht dat je die trap zelf ook uit kon schakelen. Maar dat kan blijkbaar niet. Never mind, ik heb niks gezegd. Hup, door naar de volgende vloer. Heb ik schade genomen? Saving in progress. Ja, schiet hem maar op. Sub-level 5. The Citadel of Spike. Yep, that is the final floor. Twee vloeren, jongens. Wauw. Oké, dit wordt dus niet echt, zeg maar, een hele aflevering. We gaan gewoon door dadelijk nog. Don't worry about that. Goed. Dit kan nogal lastig gaan worden. Voor deze baas wil je in plaats van de paarse Pikmin die we tot nu toe nog altijd gebruikt hebben voor bazen... willen we de gele Pikmin gaan gebruiken. En dit is ook de eerste keer dat we ook gaan afhankelijk worden van potions. De reden waarom dat we hier echt de gele Pikmin voor willen hebben, zul je dadelijk ook zeker zien. Even kijken, volgens mij zit daar de uitgang. Ja, het is hier echt alleen maar volgens mij de baas die we moeten gaan verslaan. Het is namelijk een klassieker van Pikmin 1. En wat ik wil doen is, ik wil hier mijn Pikmin klaar hebben en ik wil maar één Pikmin of twee Pikmin. Ik zei één Pikmin. Terwijl dan tikken we er gewoon even eentje aan. Hoi. Oké, vier Pikmin. En wat we willen doen is, we willen hier door het midden heen lopen. Hallo BD Longlegs, hoe gaat het ermee? Dit is BD Longlegs. BD Longlegs is heel erg vervelend, namelijk omdat alle Pikmin die onder zijn poten komen, zullen instantly gekild worden. Gele Pikmin zijn hier een must bij, omdat je die lekker ook kan gooien. En een red potion is altijd heel erg handig, nee! Daar gaan de eerste drie Pikmin. Damn. Dat was niet mijn bedoeling. Je wil wachten tot hij klaar is met stampen, totdat hij zijn hoofd iets lager hangt. En dan wil je zo snel mogelijk je Pikmin erbovenop gooien. Nee! Ah, ik ben zo slecht in deze baas. Het nadeel is, als je ze gooit, zullen ze proberen gelijk die poten van hem aan te vallen. Dat is namelijk heel erg vervelend. Oké, nu. Oké, terug. Terug. Allemaal. Oké, ik wil hier dadelijk nog een potion gebruiken. Hoppakee, potion effect. Echt, wil je je potions gebruiken? Dit zijn de momenten waar je ze wil gebruiken. Oké, gooi. Nee. Waarom stuiteren jullie van hem af? Wachten. Ah, kom op! En, oh, nog maar een klein beetje HP over. Oh, nee, weer eens minder. Ah. Er is Pikmin kwijt. Nee! Oké, potions zijn niet meer nodig. Attack, kill, devour, vernietig. Oh, 6 gele Pikmin. Daar baal ik van. En we zijn in Mario World terechtgekomen. Oh, ik heb gerip 6 Pikmin. Oh ja, ik krijg de eerste cutscene, anders kunnen ze me niet oppakken. Sweet victory. The giant insect body has crumbled into dust. Nou, helemaal mooi. I am quite relieved to know I won't have to store such an enormous bug. Kan geregeld worden.
Analyzing soul samples. Anomaly detected. What's this glitter widget? Ja, dan vragen we eigenlijk ons ook af. Volgens mij komt het uit Super Mario World, maar nu zit het in Pikmin 2. Oké, nou, we hebben maar één Pikmin nodig om het op te tillen. Laten we die gele dan maar, want die hebben er hard voor gevochten. Dus die verdienen het eigenlijk wel om dat ding mee te nemen. En ja, een minuut stilte voor die 6 Pikmin. May their death not be in vain. Ik heb echt meelijden, arme gele Pikmin. Oké, nou, dat gaat daar naartoe. Dan kunnen wij ondertussen alvast eventjes naar boven toe lopen. Ik bedoel, we kunnen alvast richting de dungeon. Of ja, het einde van de dungeon. En hoeveel is die sleutel waard? 100 pogo's. The key. Nog niet eens een speciale secret unlocker of iets in die trend. Nee, gewoon de key. This object seems familiar. I will combine it with the president's parallel dimension controller. Paranormal. Okay. Alert. Sensors indicate a massive dimensional shift at a distant location. I'm receiving a message from a far-flung dimension. Displaying the message now. Challenge mode can now be accessed from the title screen. It appears to be totally gibberish. Hopefully the message has reached its intended recipient. Thing is fake, Phil. I will name this apparently wordless device the key. Ja, dit is eigenlijk best wel leuk omdat ze hier de vierde muur breken. De key zorgt ervoor dat je challenge mode zou kunnen doen. En daar heb ik een paar vragen over gekregen in de reacties. Wat of ik ook challenge mode zou gaan doen. Dit wordt een nee. Ik hou het gewoon op de story mode zoals dat ik eigenlijk van plan was. En de manier waarop dat ze dat dus zeg maar zo hebben gedaan. Als je Pikmin 2 hebt, zul je dus niet gelijk challenge mode krijgen. Maar pas als je die sleutel haalt. Die message was dus echt naar de speler toe. En zo breken ze dus eigenlijk heel eventjes stiekem de vierde muur. En wacht eventjes. Er zit hier nog een treasure. Ho. Was ik toch bijna weggegaan, zeg. Oeh, stout ik. Volgens mij hebben we hier de witte nog even voor nodig. Dus ik pak gewoon heel mijn Pikmin Squad. Want er zit hier namelijk nog een secret. En volgens mij zit hij hier bovenop. Ik hou ervan als ik gelijk heb. Dus bijna gewoon een treasure vergeten. Omdat ik dacht dat het alleen de baasdingen zou zijn. Nou, niet echt een spectaculaire upgrade, dat niet. Maar, ja, nou, het zit hier en het is toch weer 100 poko's waard. Dus, hoppakee. Oh, een diamant. Diamond! Bijna gewoon een diamant vergeten, zeg. Oh. Nou, in reality zou dat dus, ik weet niet hoeveel maandsalarissen waard zijn. Ik ben benieuwd, hoeveel is het hier waard? Vergeet niet, of jaarsalarissen zelfs, sorry. Hoeveel zou het hier waard zijn? 100 poko's was een jaarsalaris. Of iets meer dan een jaarsalaris. Dan moet er hier in onze wereld komen. Serieus zeg. Dat ding, dat zal dan, ik weet niet hoeveel waard zijn. Ik denk zo'n 300.000, 400.000 euro. Misschien zelfs nog wel meer. Maar goed, nou hebben we dus alle treasures hier gevonden. En kunnen we dus zeg maar hier veilig de boel verlaten. Ja, we willen zeker met onze Pikmin escapen. En 6 Pikmin. Rust in vrede. Nou, niet zo'n dure cave, dat niet. Want we hebben hier maar 700 poko's opgehaald. Vergeleken met andere was veel meer. Maar we zitten toch op 5300 poko's. Dus ja. We zitten op 50%. Zullen we nou ook wel weer een cutscene van krijgen van... Je zit op de helft. En jeetje, waar hebben we toch veel gedaan deze dag? Het is een vierdaagse dag geweest. We hebben nog 5 seconden. En 50% of debt recovered. Zoveel 5. Oké, nou ik wil al mijn Pikmin sowieso in mijn team hebben. En we wachten hier rustig af voor de aftelling. Want, ik bedoel, serieus, dit doen we morgen ook. 2. 1. En 0. Happy New... Oh nee, wacht even, dat is morgen pas. Nou, dit was zeker een enorme productieve dag. We hebben enorm veel treasures binnengehaald. Ik ben benieuwd eigenlijk. Volgens mij hebben we gewoon een hele debt bijna verdubbeld ondertussen. Nou, niet de debt, maar het geld wat we hebben verzameld dubbel ondertussen. Wally Walk, je stinkt. Dus doei. Tot ziens. Zo, dat zijn er gewoon 6. En een fiery blowhawk. Daar word je niet vrolijk van. Maar goed.
Dus een enorme productieve dag. Plus we hebben de gele Pikmin er nu bij. Today's report. Wauw. 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 Gewoon 2000. We hebben gewoon 20% in één dag gehaald. Wauw. Nou, we hebben dus zeg maar een paar rode. Die zijn we niet kwijtgeraakt. Van rode hebben we namelijk... weer witte en paarse gemaakt. We hebben 46 gele. Dat waren er meer. En we zijn er dus... Ja, waren er 52. En we zijn er dus 6 kwijtgeraakt in battle, jammer genoeg. Maar nog niks aan Sunset, Fire, Water, Electricity, Explosion of Poison. Wat weer eigenlijk heel erg gunstig is. Maaltijd! Olimar, you're my hero! You've erased half of our debt. Still things have become a bit dangerous, so I'm into hiding. Focus on work and don't slack off! Maar ik wou graag een kerstbonus krijgen nadat ik zo hard gewerkt heb voor jou, meneertje president. Maar goed, we zijn weer terug boven grond. En er is dus niet een nieuwe wereld bijgekomen. Maar er is weer heel erg veel te doen in de Awakening Woods nadat we de gele Pikmin hebben. Nou zit ik met het dilemma, ik zou dolgraag eigenlijk die volgende wereld willen starten. Maar ja, daar zitten we dan weer met te weinig tijd op. Dus ik denk dat ik dat voor morgen bewaar. Gaan we nog heel eventjes terug naar de Piklopedia om even te kijken hoe dat sommige bazen die we dus niet uit hadden gevogeld, hoe dat ze precies zijn. En sommigen die hadden ook verteld dat je dus zeg maar bij sommige bazen op één kon drukken. Beady Longlegs, nou die had ik goed. Dit is de Giant Breadbug, heel erg origineel, oké. Spuddy Ballbear, ik haat jou. En dan was het trouwens ook gezegd dat als ik op één druk, dat je dan zeg maar een potion effect zal zien. Dus, dankjewel voor die comment. Hartstikke leuk. Ben je dan nog zo'n... hier hebben we dan zeg maar de Dwarf Ballbear. Fiery Ballblacks, die hebben we ook gevonden. Armored Cannon Beetle Larf. Verschrikkelijk. Fiery Blowhawk, die kennen we. Water Nipple, die kennen we. Ja, Dampel. Ik noem ze even Water Nipple. Ik weet niet waarom, maar... Dat lijkt nogal een beetje... Nee, maakt niet uit. Dampel, maakt niet uit. Puffy Blowhawk, die had ik ook goed. Wat hadden we nog meer? De Shearwig. Ik dacht dat ze Flying Sheargrubs heten. Maar maakt niet uit. Zo zou ik ze toch wel blijven noemen. Arnold Beetle, dodelijk. Hermit Crawmat. Wat een namen zeg. De Yellow Wallywop. Fiery Dreevil. Swooping Snitchbug. Oké, whatever. En dan natuurlijk al die plantjes en alles. En hier de Breadbug, die had ik ook goed. Oké, nou, op zich hartstikke goed. Dus laten we maar gewoon teruggaan naar de Area Selection. En morgen op Oudjaarsdag wil ik toch terug naar de Awakening Woods. Dus ik hoop jullie allemaal morgen te zien bij de Awakening Woods. Dit kan misschien een beetje een kortere aflevering zijn dan normaal. Mijn excuses daarvoor. Maar morgen zijn we sowieso terug. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje of een opmerking, vraag, noem maar op. Kun je dat altijd kwijt in de reacties. En laat een like achter als je daar natuurlijk allemaal de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering. Dus tot dan! Doei!